De Urbex Team Zeeland. We zijn hier op pad bij het hoompje, want daarnet waren we ook wel redelijk in de buurt van het hoompje. Dus we dachten, we checken het hoompje ook nog even, want we hebben al een beetje geruchten gehoord dat het misschien op de deur al wordt afgebroken en dat ze iets anders gaan bouwen. Dus ja, we zijn al eerder bij het hoompje geweest. Maar ik heb al goed nieuws. Oh. We hebben al een lekker wijf gevonden. Hij heeft een lekkere wijf gevonden. En ze wordt nog heet ook. Hij doet het nog ook. Nou, ze mooi hoor. Ze wordt nog heet ook. Urbex Team Zeeland op pad. Gino is achter ons. Die heeft hier ook een keer krauwen in zijn nek gehad. Want het spookt hier wel duidelijk, zeker in de kelder. Ik heb... We hadden toen een Coast app. En toen vroeg mijn zoon, die was met die Coast app. En toen hadden we nog geen K2 meter bij trouwens, by the way. En toen vroeg ik, durf je mij aan te raken? En toen kwam er met grote koeienletters in beeld, ja. En toen kreeg ik een gigantische energiestoot door mijn rechterarm. Dat was dan in de kelder, waar het water ook staat. En daar heb ik gewoon 20 minuten last van gehad in mijn arm. Dus ja, het is wel duidelijk dat hier spookt. Maar ja, als jullie geen apparatuur meenemen of het is gewoon te druk. Ja, want we zijn de tweede keer hier geweest, toen waren hier al 14 mensen. Dus ja, dan schiet het ook niet op. De eerste keer waren we hier met z'n drieën. Maar dit is wel de eerste keer dat wij met Gino hier samen zijn. Kijk, hierachter zien jullie het hoompje. Het heeft wel geschiedenis dat het spookt. En sommige mensen zeggen dat bullshit is, dat ze hier niks gemerkt hebben. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen dat ze aardig wat hier gemerkt hebben. Sommigen hebben hier ook echt een non gezien. Want dus hier, vroeger was hier ook een klooster. Hier hebben ook gehandicapte kinderen gewoond. Zijn waarschijnlijk ook kinderen misbruikt. Satanisten hebben hier ook dingen geofferd en zo. Dus Urbex Team Zeeland gaat het even checken. Kijk, mijn zoon is daar. Gino is daar verderop nog bezig. Dus ik loop al even door in het bos. Kijk, want voor hetzelfde geld, nu zijn we natuurlijk in 2022, wordt het straks afgebroken. Dus... En we waren toch in de buurt, want daarnet waren we bij een grote villa, een verlaten villa. Ja, dus we dachten van, nou weet je wat, een half uurtje verder rijden en dan zijn we bij het hoompje. Dus ja, dan kunnen we dat beter gewoon even nog checken. Kijk, we lopen nou naar de ingang. Ja, het is wel jammer dat het al helemaal verpauverd is, dat hij er helemaal instort. Maar ja, ik ga even naar binnen nu, dus volg ons maar. Urbex Team Zeeland is weer op pad. Kijk, mijn zoon is daar. Gino komt op de deur ook wel. Die heeft wat meer werk nodig met zijn apparatuur. Nou, ik ga wel alvast naar binnen, want anders wordt het wel een heel lang filmpje. En in principe, ja, jullie kennen in principe het hoompje wel, hè. Het is natuurlijk helemaal afgebroken. Maar ja, het blijft een beetje een mysterie of het hier nou echt spookt, ja of nee. En kijk, het is ook al een keer brand geweest, hier zo, dat kan je wel zien op het plafond. Wow, ik zak hier gewoon door de vloer. Kijk, er is nog wel een verwarming heel. Dat is als ze koud hebben. Hè? Nou, op een of andere manier word ik hier ook wel altijd tot aangetrokken hoor, door het hoompje. Het is wel dat het bijna een uur rijden is van ons huis. Maar ja, het aparte is eigenlijk ook nog wel dat dit gewoon nog Zeeland is. Hè? Urbex Team Zeeland, nog steeds eigenlijk in pad op Zeeland. Terwijl we gewoon een uur moeten rijden om hier te komen, bijna. Maar... Uitkijken waar ik loop, want hier ligt natuurlijk allemaal puin. Ja, het is al hartstikke oud. Hier hebben natuurlijk vroeger allemaal kinderen gewoond, gehandicapte kinderen. En hier hebben ook nog nonnen geweest. Kijk, hier zie je nog een restant van een open haard. Maar je moet hier heel goed uitkijken waar je loopt. Want ja, zoals je op de achtergrond wel kan zien, het is natuurlijk vreed al ingestort.
Nou, volg me maar even mee. Dan ga ik even kijken of het nog lukt. Dit is ook wel enigszins wel gevaarlijk, want deze trap staat gewoon los. En de vorige keer ben ik ook naar boven geklommen. En daarbovenop ging het helemaal trillen, de trap. Ik kom zo naar jou toe, Pres. Ik ben even met de trap naar boven. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Nou ben ik al wat hoger. Ja, Urbex Team Zeeland op pad. Kijk, hier is bijna het dak al. Maar als het goed is kan je nog iets hoger, maar daar is het helemaal wankelig. Maar ik heb het toch voor jullie over, mijn fans. Ik ga gewoon, wow. Toch nog iets hoger, wow. Dit staat heel erg te wankelen. En ik met mijn hoogtevrees, tering. Wow, hopelijk stort ik niet naar beneden. Kijk. Ja, dit is hier, nou ben ik gewoon bij het dak. Nou ja, ik ga het niet riskeren om daar te gaan lopen, want zoals jullie kunnen zien, is het behoorlijk ingestort allemaal. Dus ja, ik heb veel voor jullie over. Ik sta hier op een hele wankelende trap. Urbex Team Zeeland, met Gino Buitenshuis en Pressie Buis. Ik ben nou gewoon helemaal naar boven geklommen, deze wankelende trap. Maar ik ga er niet eens keren om daar te gaan lopen. Want zoals jullie kunnen zien, is dat vreed ingestort. Pres! Waar ben je? Kijk, je ziet het, ik ga nu weer met de trap naar beneden. Het is een super gammelende trap, dus kijk uit wat jullie doen als jullie hier nog komen kijken. Want wij dachten we zijn in de buurt, Urbex Team Zeeland, we waren hier in de buurt van het hoompje. Ja, en we hebben al een beetje geruchten gekregen dat het misschien op de duur, misschien wel dit jaar, kijk daar is ook nog huis op de achtergrond, dat het misschien wel dit jaar wordt afgebroken. Je weet het niet, ze proberen de koper te bereiken. Want iemand heeft het hoompje gekocht en het laten verpauveren. Dus ja, ze proberen die koper te bereiken en dat ze dan misschien afbreken en iets anders hier gaan neerzetten. Dus ja, ik denk van dan kijken we toch nog wel even hier zo bij het hoompje. Nou, ik kreeg net te horen van mijn zoon dat heel de boel ingestort is en dat we heel moeilijk nog bij het kapel zouden kunnen komen. Dus we gaan even checken. Kom eens. Want ja, het is natuurlijk wel heel oud al, hè? Kijk eens. Oh, Jezus. En daar is de kapel. Hoe gaan we daar komen? Ja, ik weet het. Hout is, oh, nee, dat is... Rot als de tyfus. Die balk zit los, stappen niet op. Nee. Ja, maar Gino is er al, dus ik kan gewoon via daar, denk ik, hoor. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Ik laat het wel even zien. Kijk. Oh. Het is helemaal ingestort, daar is het kapel. En heel die vloer is ingestort. Nou, het is echt vreed. Het is al helemaal aan het vergaan. Daar was de trap om naar de kelder te gaan. Maar ik denk dat Gino is via een andere weg gegaan. Dus dan gaan we even kijken. Hier zie je trouwens ook nog een restant van de open haard. Ja, dat is het hoompje. Op de duur stort alles in. Kan je hier wel langs dan? Rustig, hoor. Oh, hier ben je. Oh nee, ook al niet. Het is heel moeilijk aan het doen. Niet vallen als je moet. Kan je dan niet gewoon via het raam? Via de andere. Oh, dat is wel. Oeh, godverdomme. Gino probeert. Gino is er. Ja. Maar dat gaan wij Pres niet. Op! Dat gaan wij niet doen. Je stookt bijna mijn camera. Dat gaan we niet doen. Kijk, daar is de kapel. Maar ja, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Heel de vloer is ingezakt daar zo. Ik ga het op de andere plek. Kijk. Ik hoop dat jullie achter mij kunnen kijken. Ja, het hoompje is al zo oud. Dus dat is helemaal vergaan, hè. Het is helemaal ingestort. Nog erger dan de laatste keer dat ik hier ben geweest. Kijk. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Gino is er... Oh, kan niet zo. Gino is er met moeite gekomen.
Maar ja, kijk eens, heel die vloer. Maar ja, hoe kom je er anders? Je komt er niet anders. Hè? Is daar een opening? Ja. Hoe kom je daar dan? Ik ben hier, hè? Ja, dan ga ik even. Dan heb jij moeite gedaan voor jouw lul in principe. Ja, wacht even dan, want dan kom ik ook even. Nou, gelukkig hebben we zo een andere weg gevonden. Want het is vreed. Waar ben je dan? Ja, hoe? Ja, hier. Ja, dat is het probleem met Hoompje. Dat is al zo erg ingestort. Hier dan. Hoe ben je? Waar ben je nou? Ik ga even mijn zoon zoeken. Nou, we moeten even met een omweg naar het kapel. Want zoals jullie net konden zien op de film, is het vreed ingestort. Dat is natuurlijk het probleem van het Hoompje. Het is natuurlijk al zo oud. Het is echt aardig erg aan het vergaan. Dus we lopen wel even om het gebouw heen. Kijk, zoals jullie het nog kunnen zien. Er is ook al vet veel water in de kelder, dus daar gaan we ook niet meer naartoe. Kijk. Hier is het achter. Oh. Jezus. Sorry dames en heren, ik viel even in de kelder. Gelukkig niet te diep. Kijk, hier achter ons is het kapel. Dan moet ik even kijken hoe ik daar kom. Gove Zweep heb hier ook geslapen. Dus ik hoop dat ik dat. Kijk, dat was hier zo. Kijk. Dan ga ik wel even naar binnen. Nou, en weet je wat we doen? We gaan eerst gewoon even hier nog snel het huis kijken wat achter het hoompje is. Kijk. Hier zie je nog een oude wasmachine of zo, denk ik. We gaan wel even dit huis checken. Dat is ook al aardig vergaan. Fuck, daar gaat hij weer. Kijk. Dit is nog het huis achter het hoompje. Dan gaan we nog wel even gauw kijken. Het is ook niet meer zo bijzonder, want het is natuurlijk allemaal ingestort, helaas. Kijk, hier zie je nog een oude kachel. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Ja, zo. Dat is van de open haard natuurlijk. Ja, ik snap dat mensen misschien nog naar het hoompje willen komen, maar het is erg ingestort. Je kan bijna gewoon nergens meer kijken. Ja, dit is in principe ook niet echt meer veel bijzonders hier zo. Kijk, het is allemaal ingestort. Maar ja, wij wouden er toch nog een keer naartoe. Omdat ik ook al eerder zei, voor hetzelfde geld wordt het dit jaar helemaal afgebroken. En dan kan je er nooit meer naartoe. Kijk, het ziet er wel spooky uit hier zo. Dus weet je wat we gewoon even gaan proberen. Want als het goed is, heb ik de K2 meter. Dus hier is wel even spooky. Is hier iemand bij ons? Laat dan de lampjes branden. Nou, we gaan wel even het hoompje zelf in, want hier doet niet echt wat branden nog. Hier kan je al niet meer naar binnen. Tak, even kijken of we een ingang kunnen vinden. Doe ik die wel even weer uit. Want ik weet niet hoe mijn zoon nou naar binnen is gegaan, want zoals jullie konden zien, was heel de boel ingestort.
Ik heb hier waarschijnlijk misschien wel een ingang gevonden. Even moeilijk doen. Even kijken. Dat gaat lukken. Ja, ook geen 20 meer. Kijk of ik hier niet langs kan. Ja, dames en heren, ik zit te zoeken. Doorns. Of ik nog die kelder in kan komen, maar. Of naar het kloostergedeelte kan komen, maar. Kijk. Dan zie je ook weer een restant van de open haard. En ik weet niet of ik hier nou langs kan komen, maar. Ik weet even niet meer hoe mijn zoon. Waar ben ik nou? Oh, daar ben ik hier. Dit is hier die trap. Kijk, hier heb je die trap. Die is ook best wel gammel. Kijk, maar het is gewoon helaas. Zoals je op de achtergrond kan zien, is het gewoon helemaal aan het vergaan. Hè? Het is al helemaal ingestort. Dus we gaan nog wel even naar boven. En dan op de duur. Dat heb ik allemaal voor jullie over. Hè? Een gammele trap op. Wow. Dit is gewoon een hele linker trap. Wow. Ik hoop niet dat ik erheen zak. Wow. Dat was heel gevaarlijk. Ja, dit is heel link, want zoals je achter me ziet, is het helemaal ingestort, het plafond. Hè? Ja, dus ik sta hier op een trap. Nou ja, zoals je me achter die kant kan zien, is het ook helemaal ingestort. Dus ja, eigenlijk is het eigenlijk al veel te gevaarlijk om hier naar het hoompje te gaan. Maar ja, ik ga nog een keer kijken. Is hier iemand? Nou, ik probeer het zo wel in het klooster als ik dat haal. Want het hoompje is eigenlijk al te gevaarlijk. Kijk, nou ben ik hoog hier zo. En alles is kapot. Kijk, hier is helemaal geen plafond meer. Dus ja, ik ga gauw weer terug. Gevaarlijk hier zo. Kijk, dan ga ik maar weer met die gammele trappen terug. Ja, dit is echt gevaarlijk. Ik zak gewoon bijna helemaal door. Maar ik snap nog steeds niet hoe mijn zoon nou bij het klooster is gekomen. Geen idee. Ik snap er even helemaal niks meer van. Ik ben echt even heel mijn richting kwijt. Nou, misschien is het daar zo. Kijk. We gaan wel even hier beneden. Kijk. Hier is de kelder. Pres! Nou, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben aan het filmen. Is hier iemand? We zijn nu in de kelder. Dat is onder het klooster. Of klooster. Het kapel bedoel ik. Hier heeft volgens mij Govert Zweep ook geslapen. Ja. Is helaas niet veel van heel. Kijk. Alles komt naar beneden. Er is nog wel een verwarming. Maar... Dit is in principe de kelder. Ik ben ook wel bang dat iedereen hier gewoon weg is, van geesten betreft. Zo, dit is niet normaal. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar
Dat is gewoon gigantisch veel water nou. Kunnen jullie dat een beetje zien, dames en heren? Er is gewoon gigantisch veel water nodig. Daar ga ik geen eens aan beginnen. Ik ben de vorige keer nog geweest en toen liepen mijn regelaars al helemaal vol. Maar ja, daar ergens was wel een rode deurpost waar ik die energiestoot kreeg. Maar ja, de K2 meter slaat nou helemaal totaal niet uit. Dus, en kijk. Ik weet nog steeds niet hoe ik nou naar boven kan komen. Hoe moet ik nou bij jullie komen? Waar zijn jullie nou? Ja, hier, dat galmt aan alle kanten. Hoe kom ik nou daar? Lopen. Ja, hoe? Kijk, Gino staat... Wacht hoor. Gino staat... Ja, kut ding. Gino staat daarboven. En ik ben nog steeds niet in de kapel geweest. Ik heb verder alles wel gefilmd, maar... Ik wil ook in de kapel. Kijk, dit heb ik nog nooit eerder gezien, maar blijkbaar... was hier de wc van het hoompje. Ja, ik zal er maar niet meer gaan schijten, want dat doet een beetje pijn, denk ik, maar... Hier was de wc. Kijk, hier zie je een trap naar boven. Maar ja, ik denk dat de geest het pand ook verlaten hebben, want er gebeurt helemaal niks. Zullen we met deze trap naar boven gaan? Ja, ik ben hier en ik snap niet hoe ik bij jullie kan komen. Alles is ingestort iedere keer. Ik ben hier. Ja, dan was ik er net ook in de kelder. Kijk eens door de deur open. Hallo. Hallo. Ik heb hier buiten is een raamopening voor het grote deel van de kelder. Ja, ik ben al zo, daar ben ik allemaal al geweest. Ik wil bij het klooster komen. Of kapel, bedoel ik. Nou, eindelijk hebben we de kapelle bereikt. Ben je, ga je nou naar de kelder? Ja. Ik hoop dat je hem kan zien. Dit is echt kut, hè? Waar is het? Oh, daar. Mijn voice recorder is er 2 keer toe uitgevallen. Ja? Accu leeg. Ja, ik vind waar het water staat, daar heb ik de meeste activiteit gehad van geest, hoor. Dan ging ik de K2 meter ook de vorige keer af en dan kreeg ik de energiestoot ook. Ja, maar... ik ben ontzettend duizelig. Ja? En ja, ik heb het idee dat ik gewoon niet weet wat ik ben. Oké. Okay. Zeg maar. Ja. Ik ga dan wel even de kapel, want de K2 meter is nou totaal niet uitgeslaan, maar het is allemaal vet gesloopt. Kapot, afgebrokkeld. Ben je hieronder ook al geweest? Hier niet, hieronder wel. Ja. Dat is pressie. Ja, ik heb gewoon heel al dat huis ook al gedaan, overal al. Want ik snapte niet waar ik moest zijn. En als jullie dan hadden gezegd, je moet daar zo zijn. Ja. Dan denk ik van ja, dan had ik dat wel gedaan. Maar ik doe even hier film. Zijn jij nou st? Hè? Zijn jij nou st? Ja. Nee. Ik hoorde het echt wel st. Ja, dat is pressie denk ik. Vogels. Maar ik heb nooit een vogel st. Nee ja, pressie is beneden. Nou, nu zijn we hier bij het kapel. Kijk, pressie is daar. Ik weet niet of je hem kan zien, een beetje in het gat. Kijk, pressie is in de kelder. Oh, hij wordt mishandeld. Nou, hier zijn we. Idioot. Kijk, nu zijn we eindelijk bij het kapel. Het was een beetje moeilijk om te vinden, want het is helemaal wreed ingestort. Kijk daar zo, is een vreed gat nou. En de vorige keer waren we hier zo en er waren er al 14 mensen. Dat is een beetje veel te veel voor in het hoopje. Maar toen liet iemand de foto zien dat daarboven iemand dan ja, een beetje heel schimmig zag je het. Maar dat was een non. Want hier hebben natuurlijk ook nonnen gewoond. Dan gaan we even kijken of hier niet. Ik hoop dat jullie het gezien hebben. Is hier iemand bij ons? Prijs de K2 meter ging even af. Heel even, maar dan waarschijnlijk passeerde iemand mij. Ze zeggen als de K2 meter maar 1 of 2 seconden afgaat, dat het heel duidelijk is, dan waarschijnlijk passeert een geest je dan. En hier in de kapel hebben ze natuurlijk, kijk daar heb je dat altaar. Daar zeggen ze dat daar vroeger ook satanisten
allemaal allerlei dingen gedaan hebben. Dus kijk, het is maar een fractie van een seconde. Dus ik hoop wel dat ik het op film heb gehad. Maar ja, hier is het kapel en hier zeggen ze wel ja, dat de meeste spookdingen gebeurd zijn hier. Zo. Kijk, nou is hij weer helemaal stil. Dus ja, het was een fractie van een paar seconden en mensen zeggen, ervaren mensen zeggen, als de K2 meter in één keer helemaal afgaat en dan gewoon een fractie van 1 of 2 seconden weer uitgaat, dat een geest je passeert. Ja, en ik weet het, we zijn al eerder bij het hoompje geweest. Maar ja, kregen geruchten te horen dat ze de koper zochten die dit pand gekocht hebben zoveel jaren geleden. En als ze dan die vinden, dat ze dan waarschijnlijk het hoopje gaan afbreken en iets anders erop gaan zetten. Dus daarom, wij waren nog in de buurt, Urbex Team Zeeland. En in principe is dit ook gewoon nog steeds Zeeland, dus dat is wel het grappige eraan. Denken van, nou ja, weet je wat, we gaan het hoopje ook nog wel even kijken. En ja, de K2 meter sloeg er net even helemaal uit, maar verder. Kijk, hij ging weer even af. Bent u een non, kunt u dan alle lampjes laten branden? Bent u een man, kan u dan alle lampjes laten branden? Of bent u een vrouw? Kunt u dan alle lampjes laten branden alsjeblieft? Of bent u een kind? Kan u dan alle lampjes laten branden? Ik hoop dat jullie het gezien hebben op film, maar hij ging er net wel even op. Zie je nou weer over je aansteker te praten? Nee joh, we hebben een lekker like. Wat? Een like? Nee, ik heb het mis. Jammer dan. Hier. Zijn jullie beneden? Ja. Ja, hij is half door het land doorgegaan. Nou ja, ik hoop dat jullie dit gezien hebben, maar de K2 meter gingen we duidelijk af. Hè? Hoe dichter we bij de kelder komen, waar helaas heel veel water staat, dan gaat de K2 meter wel duidelijker af. Dus ja, het is wel een teken dat het hoopje spookt. Hè? Maar ja, ik heb de vorige keer met mijn regelaars daar gelopen en mijn regelaars liepen helemaal vol. Dus ja. Nou, Urbex Team Zeeland groet u. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. En misschien is dit waarschijnlijk wel de laatste keer van het hoompje. Hierbij groet ik jullie. Peace. En hierbij neem ik afscheid. Ook van het hoompje, want ik ben bang dat het dit jaar wordt afgebroken. Dus Urbex Team Zeeland, op pad in Nederland. Maar ook in Zeeland eigenlijk. En dat is het grappige ervan. Kijk, zoals jullie kunnen zien, zien jullie achter mij nog het kapel van het hoompje. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Geef het dan een duimpje. Samen met Gino Buitenhuis en Pressie Buis.
op pad in Zeeland. En wacht even. Ik hoop dat... Kijk, daar is mijn zoon. Hij ging een paar keer af, Pres. Subscribe, motherfucker. Subscribe, exactly. Bye!